Goedemorgen. Dit is het weerjournaal van weerplaza.nl. Op veel plaatsen boven het land zit lage bewolking en dat is slecht te zien op de satellietfoto in de vroege ochtend, maar vanuit Duitsland komt er al wat meer bewolking onze kant op. En daardoor is het vanochtend meestal wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen wel droog. Alleen in het uiterste zuidoosten en noordoosten van het land valt af en toe een klein beetje regen. Vanmiddag dan gaan er een aantal buien vallen. De meeste in het westen, zuiden en het midden van het land. En met name in het zuidwesten en westen kan er dan ook een klap-onweer bij zitten. De temperaturen wel hoog voor de tijd van het jaar met 18 tot 21 graden. Vanavond trekken de buien dan geleidelijk no noordwaarts weg en de temperatuur blijft nog hoog met een graad of 16 naar 17. De wind neemt daarbij wel iets in kracht af. Morgen vallen de meeste buien in het oosten en noordoosten van het land. Daar kan het enige tijd toch behoorlijk doorregenen en kan er veel regen vallen. Op andere plaatsen is het meestal droog, maar blijft een enkele bui wel mogelijk. Temperaturen dan iets lager, 15 tot 17 graden. Het weekend verloopt droog, zaterdag nog ietsjes meer, minder warm dan de zondag met 16 tot 19 graden. Zondag op veel plaatsen in het binnenland alweer 20 graden. En na het weekend blijven ook rond die temperaturen hangen. Al met al dus een prachtig voorjaarsweer. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.